De doelstellingen voor deze week, en we gaan ze niet allemaal online doen, want jullie gaan er ook een aantal in de les doen komende week bij jullie eigen docent. We gaan de modaliteiten weg, binnenvaart en rail herkennen. Dus ik ga jullie vertellen wat modaliteiten zijn. De student kan de modaliteiten zee en lucht herkennen. Je kan de verschillende vervoersmiddelen bij de modaliteiten opnoemen. En je kan verklaren welke modaliteiten bij welke transportfase horen. Ja, deze hebben jullie net gezien, hè, dus die gaan we nu niet doen. En mijn computer heeft daar wat vrolijke problemen mee inderdaad. Deze hebben jullie ook gedaan en ik ga daar nog geen antwoorden op geven. Want anders, als er mensen zijn die nog niet klaar zijn, die gaan dan later inleveren. En dan heb ik de antwoorden al gegeven, dat zou niet eerlijk zijn. Dus dat gaan we nu nog even niet doen. Ja, modaliteiten per transportfase. We hebben gezien voortransport, hoofdtransport, natransport. En ja, daar horen bepaalde modaliteiten bij. We hebben het gisteren al over vervoermiddelen gehad. En vervoermiddelen is net weer iets anders als modaliteit. En het is belangrijk, ook op je examen, dat je dit soort zaken niet door elkaar haalt. Zo hebben we bijvoorbeeld bij het voortransport de modaliteit weg. En daar hoort dan ook weer een vervoermiddel bij. En het vervoermiddel is dus truck of vrachtwagen. Maar verwissel dus niet de modaliteit met het vervoermiddel. Dat is dus belangrijk. Dus de modaliteit is de modaliteit weg of binnenvaart of spoor. En je mag ook rail gebruiken. Dus de modaliteit is weg en het vervoermiddel is truck. De modaliteit is binnenvaart en het vervoermiddel is binnenvaartschip. De modaliteit is spoor of rail en het vervoermiddel is trein. En het is echt van essentieel belang dat je die niet door elkaar haalt. Want anders worden ze fout gerekend. Als er bijvoorbeeld dus een vraag is, welke modaliteit raad je aan? Dus bijvoorbeeld, je moet dan uit gaan zoeken later in een later stadium van, ga ik met een trein, ga ik met een binnenvaartschip of ga ik met een vrachtwagen? Moet je dat dus uit gaan zoeken. En als jij dus gerekend hebt en uitgezocht hebt en je geeft aan, ik ga met de modaliteit truck, dan zou het antwoord goed kunnen zijn als het weg was, maar het is dus weg. Want weg is de modaliteit en truck is het vervoermiddel. Stel dus dat weg het goede antwoord was, maar jij voelt truck in en dat je het eigenlijk dus goed gevonden hebt, wordt die alsnog fout gerekend. Dus echt heel erg belangrijk dat je dus beseft dat er dus echt een verschil zit tussen modaliteit en vervoermiddel. Hoef je nu nog geen zorgen om te maken, gaan we heel vaak nog oefenen en herhalen, noem maar op. Dus ja, dat gaan we vanzelf nog wel zien. We zien dus de eerste, bij het voortransport hebben we dus de modaliteiten weg, de modaliteit binnenvaart of de modaliteit spoor. Nou, dan hebben we bij het hoofdtransport ook nog modaliteiten. Nou, dan hebben we dus de modaliteit zee. En welk vervoermiddel hoort daarbij? Zeeschip hoort daar dan dus bij als vervoermiddel. Dus als er gevraagd wordt, wat is de modaliteit voor het hoofdtransport? Zeg dan niet zeeschip, want dan is het vervoermiddel, maar zeg dan zee. En als het met een vliegtuig gaat, is de modaliteit lucht. Dus de modaliteit lucht en het vervoermiddel vliegtuig. En het natransport, ja, die is simpel, hè, want die is hetzelfde als het voortransport. Dus net als net, de modaliteit weg, de modaliteit binnenvaart of de modaliteit spoor / rail. En nu denk je misschien van, ja, waarom moeten we dit weten? Geloof me, gedurende de lessen en gedurende de komende maanden ga je zien waarvoor je dit allemaal nodig hebt. We hebben dus nu eerst een basis moeten we gaan leggen bij jullie, dat jullie weten wat een modaliteit is en welke modaliteit bij welk vervoermiddel hoort. En dan verder in de lessen ga je zien waarom je dit allemaal nodig hebt. Nou, we hebben hier dus vijf modaliteiten genoemd. Weg, binnenvaart, spoor, zee en lucht. En zijn er naast die vijf nog meer? Ja, er zijn er eigenlijk nog twee. En die ga ik heel kort aan jullie laten zien. Maar die mag je daarna, wat mij betreft, ook weer vergeten. Nou ja, vergeten niet helemaal. Je moet weten dat ze bestaan. Maar wij gaan er verder geen gebruik van maken. Ik neem aan dat jullie deze nu overgeschreven hebben. Zo niet, maak er een screenshot van. Maak er een... kijk hem straks eventjes terug als je nog moeite daarmee had. En dan gaan wij verder naar de volgende modaliteit. Modaliteit pijpleiding. Ik ga daar niet te veel aan besteden. Maar het is wel interessant dat je dus ziet dat de modaliteit pijpleiding dus eigenlijk dwars door heel Europa loopt.
Al die leidingen die je hier ziet zijn geen snelwegen, dat zijn gewoon ondergrondse pijpleidingen die een heleboel landen met elkaar verbinden en waar dus gewoon bepaalde olie of stookolie doorheen gaan, benzine, kerosine, maar ook gas en ook gewoon ruwe olie. Je ziet dus die leidingen overal vandaan lopen, vooral die gasleidingen die zie je dus echt vanuit het oosten helemaal richting West-Europa lopen en Scandinavië, Ierland, Groot-Brittannië. Dat zijn allemaal pijpleidingen die dus onder de grond doorlopen. Oh, en dan hebben we nog het DPO, dat is een Defensie Pijpleidingorganisatie. Die heeft dus in Nederland een eigen pijpleidingen voor de voorzieningen van vliegvelden. Om daar dus kerosine te krijgen. Vanuit de Botlek gaat het allemaal hier in Rotterdam. Lopen dus allemaal ondergrondse pijpleidingen. Onder andere naar Schiphol, naar Soesterberg, Markelo, Eindhoven, Gilserijen, Antwerpen. En allemaal om de vliegtuigen, de gevechtsvliegtuigen of de gevechtshelikopters die daar staan, om die dus van kerosine te voorzien. En dat gaat dus allemaal via een pijpleiding. Waarom kiezen ze voor een pijpleiding? Dat is makkelijker en sneller, want als je alles met vrachtwagens moet gaan vervoeren, kan je maar kleine hoeveelheden meenemen en ja, is bovendien ook nog wat gevaarlijker. Dit heeft uiteraard een veel groter kostenplaatje om aan te leggen, maar uiteindelijk het onderhoud en het gebruik daarna kost niet zoveel meer. Dus op den duur is daarvoor gekozen om het dus op deze manier te doen. Ze lopen gewoon ondergrondse leidingen. Is een pijpleiding een hoofd voor of na? Is een pijpleiding een hoofd voor of na transport? Dat is een hele goeie. Eigenlijk maken we bij pijpleidingen daar geen onderscheid in. Want het gaat eigenlijk van ontvanger naar afzender, zullen we maar zeggen. En een hele goede vraag. Maar ja, die is dus niet onder te scharen onder voor, hoofd of na transport. Het is gewoon van A naar B. En dat is natuurlijk ook maar beperkt mogelijk. Want je kunt er alleen op aangesloten zitten als je een aansluiting hebt. En je kunt niet eventjes bij jouw eigen huis voor de deur een pijpleiding krijgen voor dit soort producten. Dus het is niet te vangen onder voor, hoofd of na. Maar een hele, hele goede vraag. Dus op Schiphol, hè, die hebben daar gewoon een paar opslagtanks voor kerosine staan. En die worden dus via een pijpleiding vanuit de Botlek voorzien van een nieuwe kerosine. Nou, dan de volgende modaliteit is lopende band. Pagina 20 voor jullie boek. Dit is in India en Bangladesh. De grens loopt hier in het midden. En hier loopt een lopende band van ongeveer 16 kilometer lang. En dat is deze lopende band die je hier ziet. Ze hebben een bepaalde mijn waar ze dus de producten uithalen om cement te maken. Nou, dat halen ze dus hier uit die mijn en vervolgens gooien ze dat op die lopende band. En je ziet hem hier en die loopt dus 16 kilometer door naar de fabriek waar ze dus cement ervan maken. En dat gaat dus vanuit India naar Bangladesh dwars door een natuurgebied heen. En ja, dat hebben ze voor gekozen voor een lopende band. Waarom? Ja, omdat dat veel makkelijker is dan met vrachtwagens of andere wagens dat soort cement dus te gaan vervoeren. Daarom kiezen ze dus voor een lopende band om dat te doen. Dus dat is ook een modaliteit. En ja, ook hier weer is dat een hoofd voor of na transport. Ook hier valt dat weer niet onder te scharen. Dit is gewoon een aparte modaliteit. Gaan we het verder ook in de opleiding niet over hebben. Maar ik vind het belangrijk om te weten dat jullie beseffen dat die er zijn. En ja, ik had het net al gezegd, hè, let heel goed op. Er is dus een verschil tussen de modaliteit en een vervoermiddel. Als er dus om modaliteit gevraagd wordt, noem dan bijvoorbeeld weg en niet het vervoermiddel truck. Dus nogmaals, bij de modaliteit weg hoort het vervoermiddel truck. Bij de modaliteit rail of rails hoort het vervoermiddel trein. Bij de modaliteit binnenvaart hoort het vervoermiddel binnenvaartschip. Bij de modaliteit zee hoort het vervoermiddel zeeschip. En bij de modaliteit lucht hoort het vervoermiddel vliegtuig. Echt, stampt dit in je hoofd. Het is niet moeilijk, maar je moet het gewoon eventjes onthouden, want het wordt echt, echt fout gerekend op je examen als je het verwisselt met elkaar.